Vandaag gaan we een tuna-melt maken. Dit is een broodje met tonijnsalade en gesmolten kaas. Begin door de grill voor te verwarmen. Neem dan een rode ui en snipper deze zo fijn als je wil. Ik gebruik meestal ongeveer een kwart tot een half ui. Je kunt natuurlijk zoveel of weinig ui toevoegen als je zelf wil. Daarna neem ik 2 tot 3 zoetzure augurken en die snijd ik in fijne blokjes. Vervolgens neem ik een blik tonijn in water en spoel ik de tonijn onder de koude kraan. Dit doe ik om zoveel mogelijk zout eruit te spoelen. Vind je het niet erg als er veel zout in de salade zit, dan kun je deze stap natuurlijk overslaan. Doe vervolgens de tonijn, augurken en ui in een kom en voeg er wat mayonaise bij, paprikapoeder, chilipoeder, knoflookpoeder en wat peper. Als je wil kun je er ook nog extra zout aan toevoegen. Meng alles goed door elkaar en verdeel de salade dan over 2 broodjes. Om de tunamelt af te maken strooi je wat geraspte kaas overheen. Ik gebruik hier vegan kaas van VioLife, maar uiteraard kun je gewone kaas gebruiken. Doe de broodjes vervolgens in de voorverwarmde grill. En grill de broodjes ongeveer 5 tot 10 minuten tot alle kaas gesmolten is. Bestrooi de broodjes vervolgens nog met wat fijn gesneden koriander. Of als je dat niet lust kun je ook peterselie gebruiken. Heb je ook zin in een tunamelt? Geef dit filmpje dan een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.